En we zijn weer terug bij een nieuwe aflevering. Eventjes in de einde seconde. Dat waren waarschijnlijk wel meer dan einde seconde. Who the hell cares? Dit wordt een video van 20 of veel langer. Dat kan verlicht eraan. Aan of het video wel een beetje leuk was, anders maak ik hem wat langer, weet je wel. Maar dan kan ik... Wow. Dan kan ik jullie allemaal niet beloven, dus. Dus ja. Oké, we gaan beginnen. Het zijn op het moment 2 uur. Godverdomme. Nee. Ik ga hier echt gewoon serieus blijven, hè. Zit maar niet omzakt. Nou, wat een leuk begin van de video. Recht in de fucking engste moment van de dag. En ik moet daarin. Ik wacht wel eventjes. Hallo. Ik heb invasies uitgedaan, jongen. Jezus. Jongen. Ik kom net fucking game joinen. Flikker een eind op, bro. Dit is toch... Heb ik hier al gewacht? Nee, je gaat er maar vanuit van... Nou, ja, weet je. Fuck dat. Je interesseert me geen ene kut, hè. Oh, teringleier. Je vader. Kan ik nog met hem praten ook? Wil ik dit al? Nee. Natuurlijk. We gaan naar Season of zo gaan. It's closed now. Watch for movement. Ja, joh. Tuurlijk. Zo'n beest is bijna niet te vermoorden, hé, nee, ik weet niet wat je praat. Zo'n kut godver. Ja. Ja, flikker toch een eind op, man. Je vader. Normaal. It's closed now. Watch for movement.
Ja, hallo. Lekker naar je top, ouwe. Flikkeren eind op, zeg ik toch. Zo'n beest is zo onmogelijk sterk. Met alle fucking upgrades die je een beetje zou kunnen willen gebruiken ook, hebben. Kan je zo'n pauperbeest nog steeds niet dood, maar. Ja, kijk dan. Wat doe ik doen dan doen? Jongen, wat wil ik doen dan? Fucking 2000 damage doet er nog amper damage. Kan ik niet gewoon, kan het hier niet gewoon afgelopen zijn of zo? Alsjeblieft, hé. Jij krijgt ook gewoon constant gewoon nieuwe HP erbij. Ja. Ik doe fucking. Jongen. Neukte me al mijn tijd ook gewoon zo erg, hè. Ze mogen me joinen, maar als ze me loopt, niet lopen te kloot, zoals die guy. En nu is het weer nacht, het werd net fucking dag. Hé, hey, ik had gisteren nog een heleboel kills gelegd met... met die opdracht. Oh... kleine dag hoor jongens. Jongen, ik heb zo'n hiek aan zo'n nacht, die was hier gek. Die guy die blijft hier ook gespanken, die kan niks. Die kan letterlijk niks. Kan misschien zelfs minder dan niks. 20, 30, 28. Laat maar wat dubbel XP grinden. Bitch. Mag ik toch niet komen? Dombo. Klerenleier. Straight in the head. Welke achtervolging moet ik om twee kijken? Ik heb niet eens achtervolging geregeld. Ik heb heel veel punten van nou. Dat is wel eerlijk. En wanneer wordt het nou dag? En dat betekent dat deze bitch nog wel gewoon niet bij te lopen. Hé, hey, ik ben bezig hier. Alsof het niks is.
Jee, tering nacht overleef. Plus 17.000, dat is wel mooi. Dat is niet verkeerd, nee. Zeker niet verkeerd. Dat kan ook zeker aanvaard worden. Nou, ik ben erachter gekomen wat die community events zijn. I just juked you. I juked you. Kijk, ja, dit is die event. Mensen die zombies hun nekken breken. Wat ik moet doen bij die event. Weet niet. Kunststof, kan een nieuw item maken. Kunststof. Blootlijn. Jongen. Roodlak. Zak. Goed. Een bitch. Oh shit man. Ja, ik heb geluk. Jullie kunnen me niet verslaan. Waar jullie zijn gay? Oh. Heilig zoon. Hey, Graham. Heilig Graham. Well, for sure he's somewhere. Hij zegt helemaal hier dat ik opeens een veilig zoon gegundeld heb. Verleden. Oké. You guys again. What's up? We have a new plan. It's brilliant. We're waiting at the railway tunnel. Near a gate in the wall. Come and find us. Nou, dat is wel makkelijk, maar ik moet de game eens spelen, dus nee. Hoe vaak moet ik dat nou zeggen dat ik dat niet wil? It's good to see you again. This time though, I feel I carry some bad news. Oh. Yeah, well, I'm used to that by now. What's going on here? Kyle, you already knew, didn't you? People not getting infected, that it's just smoke and mirrors. It is the smoke, literally. Our mother found a way to fight the sickness using a certain, let's call it an elixir. You have seen it working with your own eyes.
So you do have a cure? Would you call a bandage on an open wound a cure? No. What we have right now is just a temporary solution. We are working on a certain curative project. One with more permanence. But we need time, and we need peace to last for just a bit longer. And let me guess, you're running out of this elixir. Unfortunately, yes. That's why I asked you to come here. I want to offer you a deal. Find us more of it, and a fair portion will be yours. The mother will teach you how to use it. You'll be able to return to Haran with your prize, or perhaps you'll choose to stay with us. It seems like you've got an idea of where to look for this stuff. A lot of our brothers were out searching for it, and recently we lost contact with three of them. They were supposed to check a certain cave. You're seeing the mist. Cannot be a coincidence. It must have been spillage. Seems that someone found the elixir and ran away with it. All right, so check out the cave. Got it. Farewell, brother. I hope the news you bring back is good. Okay, dus we moeten wat elixir gaan terugstelen waarschijnlijk van een dude. Wel 89%, dit is volgens toch, dus ja. Ja. Ik ga even een auto pakken dan. En niet dom gaan zijn, om dat niet te doen. En dan gaan we instoken even naar de shop. Is goedkoop, is goedkoop, is goedkoop, koop, koop. Ik nog bullshit te verkopen. Die hele kistje, zie je daar? Zakje. Is classic reds. Koffie. Hier heb je toch niks aan. Fuck. Fuck 1, just do all 2. Yeah. Ik heb dan niet aan dingen. Nee. I know what's going on. They have something 100 times better than Antizin. The good news, they'll share it with me. The bad news, I need to find it. Now, I know the clock's ticking, but I can't let go of this yet. It's the best chance for all of us. I understand, Kyle. Somebody's met food there. Please hurry. You're not on Antizin. More reason for me to get this done. Keep your fingers crossed. Yes, sir. Yes, yeah, sir. Of hun reactie moet zijn dan. Maar natuurlijk doen ze dat niet. Hiermee kun je sterk de bump upgraden. Zo kun je door zombies ploegen en hiermee kun je elektrische carrosserie upgraden. Installeren. Zo kun je zombies aan je buggy. Ja, vuur. Hij is niet fully upgraded. Het moet armor. Dat ziet er het vetst uit. Zo kunnen de skins het beste uitkomen ook. Oh, dat ging heel fout. Oh, zo'n irritant random. Toch irritante random explosie zo.
What the fuck? Mijn wielen zijn helemaal naar de tering. Nou hè. Meer vrijwilligers voor de brutal kill. That's one of them. Okay, second one's dead too, no surprise there.
Bryce's men? Are undamaged. All right, then where are they? Are you there? I'm at the cave you mentioned, and I found two of your brothers dead. I also heard a distress call. It mentioned some goods that aren't here. So they were stolen. All right. Please keep investigating. We'll try to gather some information about the third brother. Listen, be on the lookout for orange uniforms or a symbol, three horizontal stripes. Bandits in here. These are Rise's thugs. They're worse than the undead. What happened in Haran? That's mostly their fault. Oh, I see. Thank you, Kyle. I'm sure that information will prove useful. Zichtlozen. Even kijken, hoe open ik nu? Fully. Nice. You're the type of student who will overtake the master, Kyle. There are not many, even among us, who would sacrifice as much as you have. We thank you. Ja. Scharade. Dus moet ik nu weer teruglopen. Wat? Ik had echt gedacht, er gebeurt nog iets fucking engs. Volgens mij niet. Nee, jullie zagen dat ik een granaattas niet gepakt. Versnelde krachtpunt. Verdubbelde schade door toegebracht door. Hallo. Weg. Jezus, dat is damage. Ja, dit is doorlopen dus. Kom. Rot op. Dan heeft die klote leiers hoofd. Ik wil wel eerst politie gebeuren.
Kom dichterbij. En doei! Hoppakee, hoppakee. Dan ben ik ook immuun. Voor eventjes. Zo. Wat? Ik heb toch geen lang meer nodig. Hier ga ik niks mee. Nee. Nou, die wil niet gaan voor Jack of zo. Sterke benen. What the fuck is the cut to your mace about? Is er wat een hoofdkwartier hier dan? Kwartiermeester dan. Waar? Nou. Serieus? Waar de fuck? Waar de fuck? Maar de fuck moet ook een kwartiermeester zijn. Fuck. We kijken nu richting naar. Die kan is hier. Die zie ik het niet. Door aan deze. Hier. En ja, hier. Ja, ik denk dat ik het hierbij laat. Ergens dichtbij. Ik ga even naar een safe zone en dan is dat weer voor weer een videootje even. Want ja, ik heb niet genoeg tijd. Ik wil die notepack hebben naar Bilal brengen, man. Het is alleen wat moeilijker.
Left 22, wij vechten, 20 wij rennen. 20 gaan niet zo lekker vlegen, vechten. We zijn al ver. En het is oké. Die gaan we bij de volgende video doen. Is de planning. Zo dus. Ja, stel je voor, komt opeens iets heel gaars. Want ja. Ja, weet je. Dan hebben we gewoon een probleem dus. Motief shit, boog. Sting militair geweer. Nog politiegeweer. Speciaal. Al deze wapens heb ik niks meer aan. Dit ook meenemen. Neem officieel afscheid van de boog. En ja. Al deze wapens. Oh, yes. Vullenbak, kopsneller, vinker, verkenner, bangmaker, geveelde, houtworm, ninja assassin, special agent, is een spur. DLC outfit. Zijn dit dan voor outfits? Ik leed gewoon op die nette dagen. Welke kleren heb ik dan gegendeld? Algemene outfit. Outfit met masker. You'll see. Outfit, the following. Shit man, ik ga gewoon de volgelingen aan doen. Ja, ik heb nu gewoon zo'n armortje. Ik roep hem terug en dan eindig ik de video. En dan zeg ik allemaal bedankt voor het kijken. Tot de volgende waar we dat dingetje gaan doen. Later.